Wat is jouw favoriete oefening? Ik denk wel het knieheffen. Bij Café Landzicht in Zoeterwoude-Dorp vierden de oudste inwoners van de gemeente vrijdag de officiële opening van de Kwiekbeweegroute. Organisator Connie van Zeggelen kijkt tevreden terug. Ja, heel feestelijk en een goede opkomst. En iedereen lekker in beweging en vrolijk en met elkaar praten, wat natuurlijk weer mag nu. En ja, het is echt een goede sfeer. Ja. Over de maat wel in 96. En wat vindt u van de Kwiekroute? Nou, ik loop iedere dag. Dat is zo, laat maar zeggen, om in beweging te blijven, loop ik middendag. Wel in de verschillende variaties, maar bewandelen steeds goed. Sportwethouder Ruud Bouter verzorgde de officiële opening. Hij legt uit wat een kwiekroute is. Nou, de kwiekroute is een route in eerste instantie voor ouderen. En dat is een hele laagdrempelige en vrijblijvende manier om te bewegen. En daar wordt gebruik gemaakt van natuurlijke elementen en ook straatmeubilair. Dus bijvoorbeeld een bankje of iets anders waar je dan bepaalde oefeningen moet doen. En dat staat dan aangegeven, de instructie staat aangegeven op een tegel in de route. En dat is nieuw in Zoeterwoude. Is Zoeterwoude daar uniek mee in Nederland? Nou, nee, niet helemaal uniek. We zijn wel een van de eerste die daar actief mee aan de slag zijn gegaan. Maar ik heb net ook aangegeven dat Nieuwkoop daar al langer mee werkt. En ik heb de wethouder van Nieuwkoop gesproken en die zei dat het ook echt een succes was. Dat er echt veelvuldig gebruik werd gemaakt van deze kwiekroute. Nou, zei u het net al, Zoeterwoude-Dorp heeft er een. Ja, nou wil de Rijndijk waarschijnlijk ook. Ja, dat zal zeker als verzoek gaan komen. Maar ik vind het ook terecht, hè, want een kwiekroute hier, die is te ver weg als het gaat om inwoners van de Rijndijk. En daar moet zeker ook een keer een kwiekroute gaan komen en daar gaan we ook over nadenken. Bewegen is toch is heel belangrijk voor iedereen. En het is op straat, dus je komt mensen tegen. En het is met het straatmeubilair, dus je kan... Gewoon met de dingen die er zijn, met de bankjes en de brugleuningen, kan je oefeningen doen. Dus ja, het is heel laagdrempelig.